Een volledig elektrische auto waar jij wellicht al een tijdje op zit te wachten is de Audi A6. En dan dus volledig elektrisch. Een auto met een gestroomlijnd design, ontzettend veel actieradius en ruimte. Ofwel alle eigenschappen die jij zoekt in een businessauto of een die ook geschikt is voor het gezin. Dat is de Audi A6 en dan de volledig elektrische variant. En over dit model hebben we al eens wat verteld in conceptvorm. We hebben nu dus een productieversie, dus we kunnen je alles vertellen over dit model. En zo weet jij of het jouw volgende leaseauto wordt. Mijn naam is Verder Lammers en je kijkt naar de Active EV Preview. Ben jij op zoek naar de beste deal voor een elektrische auto? En wil je dit met excellente service? Ga dan naar activelease.nl. Wellicht heb jij onze vorige video van de Audi A6 concept al bekeken en denk je van, hey, ga ik in deze video nog wat nieuws horen? Zeker, want de vorige video, dat betreft een conceptauto en in dit geval is het een productieauto. Vaak is het interessant, als die twee op elkaar lijken, heb je vaak een hele mooie auto en dan hebben we goed nieuws voor je, want hij lijkt heel erg op de conceptversie. Alleen nu weten we ieder detail. Goed nieuws wat betreft het uiterlijk. De productieversie waar we nu naar kijken is namelijk net zo mooi als de conceptversie waar we een paar jaar geleden naar keken. En dat is wel eens anders. Sommige fabrikanten die maken een ontzettend futuristische conceptauto waarvan je denkt van dit is hem. En vervolgens krijg je de productieversie waarbij alle gave lijnen en gave features er toch net niet doorheen zijn gekomen. En dat is zeker niet het geval bij deze Audi A6 volledig elektrische auto. Wat we zien is dat hij een vloeiend design heeft en dat hij heel efficiënt is. En dat zit in aerodynamica, dus de wijze waarop de lucht langs de auto gaat. En daar hebben we nu ook een cijfer bij. De CW-waarde is 0,21. En als je dat vergelijkt met andere auto's van dit formaat, is dat ontzettend efficiënt hoe de lucht dus langs de auto gaat. En dat heeft voordelen in bijvoorbeeld het verbruik van je elektriciteit. Dus uiteindelijk ook voor jouw portemonnee. Dus een hele mooie auto om te zien, maar ook efficiënt. In lijn der verwachting is de A6 leverbaar als Sportback en als Avant, ofwel als sedan en station. Wat ook helemaal past bij Audi is dat ze met elke generatie weer een stap verder gaan met innovaties in de verlichting. En dat zie je door de jaren heen, maar dat zie je ook weer bij deze nieuwe uitvoering van de Audi A6. De hele wijze waarop je nu animaties ziet in de voor- en achterlichten is er absoluut weer een stap bij. Wat we nu ook zien is dat de verlichting bij het Audi logo achterop ook verlicht is. En dit alles samen geeft een heel luxueus en helemaal een auto van nu gevoel. Ofwel een hele mooie auto. Bij de Audi A6 concept wisten we nog niet veel over het interieur. Maar we kunnen natuurlijk wel een beetje wat ervan verwachten. Want als je naar nieuwere Audi modellen kijkt, weet je dat het vaak in lijn is met elkaar. En dan weet je ook wat je ongeveer bij de nieuwe Audi A6 krijgt. Nu weten we alles over het interieur van de productieversie en we zien een paar nieuwe gave technologieën en het ziet er hier en daar ook net weer wat anders uit. Tegelijkertijd zien we ook wat bekende knoppen en vormgevingen, maar we kunnen er nu uitgebreid naar kijken. En wat we zien is een prachtig interieur, vergelijkbaar met de Audi Q6 e-tron. Dus een digitale cockpit met een mooi groot gebogen scherm naar de bestuurder toe. Er is ook een scherm voor de passagier en die is bedoeld om bijvoorbeeld een film te kijken. Daarnaast zien we nog meer schermen voor de achteruitrijspiegels. Die zitten aan de zijkant en daarmee kan je goed kijken wat er naast je gebeurt en achter je. Wat we verder zien is een panoramadak met aanpasbare transparantie. Met de productieversie weten we precies alle specificaties en die zijn indrukwekkend. Je bent namelijk voorzien van een 100 kWh accupakket en daarmee heb je een actieradius tot wel 750 km, afhankelijk van de uitvoering die je kiest. Daarbij is de nieuwe Audi A6 voorzien van 800 volt laadtechniek, net als de Q6 e-tron, dus een hoge laadsnelheid tot wel 270 kW. En daarmee kan je ruim 300 km bijladen in slechts 10 minuten tijd. En van 10 naar 80% ga je in slechts 21 minuten tijd. Je hoort het al in deze video, de Audi A6 heeft een hoop connecties met de Q6 e-tron. En dat komt omdat ze allebei op hetzelfde platform staan. Alleen in vormgeving zijn er natuurlijk andere auto's. De een is namelijk een station of een sedan en de andere een SUV. Wil je nou alles weten over de Audi Q6 e-tron, dus de SUV? Klik dan hier op het i'tje rechtsbovenin. Daar vertellen we alles in een EV preview over de Audi Q6 e-tron.
Verder met de specificaties en daar zit een verschil in afhankelijk van welke uitvoering je kiest. Op het moment dat je gaat voor de achterwiel aangedreven Audi A6, dan ben je voorzien van 367 pk vermogen. Hij is ook beschikbaar als extra sportieve S6 met vierwielaandrijving. Dan heb je een launch control en 551 pk. En daarmee ga je van de 0 naar de 100 km per uur in slechts 3,9 seconden. Met de gegevens van de Audi A6 Concept wist je eigenlijk al dat dit een auto is waar je naar uit kan kijken. Maar wat we nu zien bij de productieversie en als we alle feiten nu op tafel leggen, dat deze auto in totaalpakket een hele nieuwe standaard zet in hoe die eruit ziet, hoe die daar efficiënt mee omgaat, hoe die van binnen is, de ruimte, de actieradius en de performance. Het hele totaalpakket klopt. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook altijd leuk om te kijken naar de alternatieven. En een auto waar je ook naar zou kunnen kijken in het geval dat je in de markt bent voor een sedan, is de BMW i5. Wil je daar nou alles over weten, kan je hier rechtsbovenin op het i'tje klikken voor de BMW i5 EV-test. Wellicht ben jij meer het persoon voor een station. Nou, dan zou je ook kunnen gaan voor de BMW i5 Touring. Daar hebben we ook al een EV-preview van gemaakt. Wil je die nou bekijken en zo vergelijken met de Audi A6, klik dan ook hier weer rechtsbovenin op het i'tje. Maar ben jij nou helemaal een Audi-man en spreekt het design en alles van de Audi A6 jou helemaal aan en wil je die hebben? Moet je nog heel even geduld hebben. In september zijn de prijzen bekend en kan je een offerte aanvragen bij activelease.nl. Vond je dit een leuke manier om alle info te krijgen over jouw toekomstige auto? Like dan vooral deze video. Daarmee zou je ons helpen en het helpt het algoritme. Wil je nou meer weten wanneer deze auto specifiek beschikbaar is? Ga dan naar activelease.nl. Daar vind je alles over elektrische auto's. En vind je ook degene die nu direct al beschikbaar zijn. Vind je het leuk om alles te weten over EV's? Abonneer dan vooral op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.